Daar heb ik natuurlijk ook in het boek 50 verdienmodellen over. Daarom heb ik altijd daar expliciet ook over gehad. Dus je moet heel erg gaan nadenken meer van hoe resoneer wat ik doe vanuit mijn kernwaarden. Het gaat om je kernwaarden. Marketing gaat sowieso over kernwaarden. Hoe resoneren mijn kernwaarden nou met mijn doelgroep markt? Want je markt is een conversatie. Je gaat een conversatie aan met je markt. Hoe wil jij die conversatie aangaan met jouw markt? Wat resoneert dan vanuit wat jij jouw kernwaarden zijn met die markt? En dan kan je gaan kijken, oké, waar is die markt nou nieuwsgierig naar, waarbij ik wat bij hen kan oplossen? Welke problemen hebben zij? Dus wat kan ik gaan benoemen dan, wat hun problemen zijn? Welke vragen hebben zij? Welke verlangens, behoeften hebben zij? Welke doelen hebben zij? En wie wil die klant van mij nou uiteindelijk gaan worden? En hoe kan ik dan vanuit welke waarde ik bied, gaan resoneren met die zaken, met hun klantreis in feite?